Vandaag zitten Giel en ik vast op een Lucky Block. En het enige wat we hoeven te doen is het breken en hopen dat we de goede spulletjes uitkrijgen. En oh ja, de video eindigt pas als we een huis hebben gebouwd. En was je nog niet geabonneerd, doe dat dan eventjes hier beneden. En wie weet krijg je misschien wel een shout-out in de volgende video. 2500 likes voor meer Lucky Block video's. Giel, ik denk dat we een beetje vastzitten. Ja, ik denk het ook. Wat moeten we hier doen? Ja, ik denk dat het verstandig is om te kijken wat we hier uit gaan krijgen. Het zijn wel Lucky Blocks, maat. Erg niet veilig. Nou, hak hem maar weg. Ja, ik weet het zeker. Weet je, want okay, dat kan al alleen meer fout. BIM! Oh mijn god. Daar gaan we! Oh nee! Hey, maar nu staan we op het eiland. Oh, maar dit is wel handig. Dit is wel relaxed. Oh, ja, maar zijn we die witte skeleton? Ja, die zijn we kwijt. Ja, die zijn we kwijt. Yes! Oké, ik denk dat het verstandig is inderdaad als... Weet je wat, ga jij even hout hakken? Dan ga ik wel eventjes wat dirt... Ja, dirt is ook wel belangrijk inderdaad. We kunnen die hele bovenste laag er gewoon afhalen. Hebben we genoeg blok om heen te bouwen, Santi? Precies, precies. Alleen, dit is er denk ik niet. Maar de video stopt pas als we een heel mooi huis hebben gebouwd. Nee. Kunnen we niet gewoon een dirt huis maken? Nee, dat telt niet vandaag, Giel. Oké. Alle blokken gebruiken van de lucht. Moeite in zitten. Ik snap het. Ja, ik ga alvast even een brug bouwen naar die lucht. Gozer, anders bouw jij even lekker een brug, man. Dit moeten we eigenlijk een beetje tactisch aanpakken. Want als al die spullen naar beneden gaan vallen... Ja, of als wij doodgaan. Ik mag inderdaad... Ik ga even met het hout niet daarheen. Want als je doodgaat, dan ben ik de lul. Wacht, hier. Ik heb 2 stokken trouwens. Ik weet niet hoe ik in godsnaam met 2 stokken kom. Dat snap ik ook niet. Misschien heb je die toen net gekregen uit de lucht. Oké, daar gaan we, ja. Wat? Nether star hier. Die hoef ik niet. Nee! TNT! Oh mijn god. Je hebt het overleefd. Gelukkig. Ja, maar ik moet even blokken. Ja, ik heb dirt. Oh, je hebt dirt? Oké, ook mooi. Tantuwil, alsjeblieft. Oh mijn god, dit gaat zo niet werken. Jawel, dat gaat wel werken. 100% easy. Ja, weet je het zeker? Dit gaat werken, man. Ik heb al nieuwe bomen geplant. Wacht, kom even helpen. Misschien heb jij meer geluk, ouwe. Ja, maar ik maak even een chest, ja? Dan zijn we echt veilig, in ieder geval. Oh, we hebben het hout gesecured. Ik hoop dat we voornamelijk een beetje die terracotta en alles krijgen, man. Oh, yeah. Oh, wacht. Ja, dit is hier kunnen we het een beetje leuker mee maken. Ja. Maar we hebben niks om mee te houden. Nee, we kunnen niet bij de Lucky Block komen, Giel. Ik begin alvast. Wacht, heb jij nog hout over? Ik ga denk ik even wat doen. Wat ga je doen? Ik ga een trap bouwen en dan kunnen we denk ik aan de onderste laag beginnen. Wacht, of dit verstandig is, dat weet ik. Zal ik het diamond blok alvast weghakken? Ja, probeer het maar, denk ik. Nee, wacht, dit maakt volgens mij niet eens uit. Weet je, wacht, ik pak hier even wat dirt. Ik ga even... Oh, nee, ja, ik pak... kijk uit, Giel. Ik pak even wat weg. Waarom doe je dat? Omdat ik eigenlijk een... Ik wil eigenlijk een tweede verdieping hieronder bouwen, zodat dat we altijd bij kunnen. Ah, oké. Nou, ik heb er weer... Oh, nee, er komt er weer één. Alleen blik. Oké, nou, gelukkig maar. Ja. Oh, wat heb je gekregen? Ik heb een shovel en een hoe. Je hebt er toch helemaal niks aan, Giel? Jawel, dan kunnen we dadelijk een farm maken voor iets. Oh. Ja, die hebben niks aan. Nee, maar ik stop het gewoon lekker in de chest allemaal. Een hero village, ja. Een hero village. Oh, ja, nou, die is nu dood. Waarom heb je hem geslagen? Ik hoorde dat je hem sloeg. Nee, ja, Nee, alles valt. Dat bedoel ik. We hebben 2 verdiepingen nodig. Weet je wat we nodig hebben? We hebben water nodig. Dan kunnen we het maken. Oh, hier, wacht. Gewoon een beetje... Oké, je hebt een boog gekregen. Dat is ook handig als we een mob dadelijk spant of zo. Ik gebruik de al deze dingen. Zo. Nee, precies. Ik vind dat eigenlijk best een goed idee. Oh, ik heb nog meer. Oh, wat mooi. Oké. Kijk uit hoor, want ik ga wel even wat durven. Ja, maar je weet, Santino, dat er maar 1 dingetje hier op hoeft te spannen en alles blaast weer op. Zo is het gewoon. Ja. Met Lucky Blocks. Ja, probeer er even wat onder te bouwen, man. Ja, I'm trying very hard, but it's not working, kijk, man. Kijk, jawel. Dit ziet er wat beter uit. Dit ziet er al iets veiliger uit. Laat ik het daarop houden, zo. Het ziet er niet mooi uit in ieder geval. Het is echt... Ik weet niet, als ons huis er zo uit gaat zien, dan... Nee, dat komt toch wel goed als we gewoon... Wow. Oh, nu hebben we een... we hebben nu een fonteine op ons Lucky Block heen. Wat leuk. Ja, dit is echt top. En ik heb armor. Wat krijg je allemaal voor spullen, joh? Een Lucky Sword. Wacht, zal ik anders alvast een beetje beginnen aan... daar ging een potion. Ja, ik ga alvast beginnen aan een huis. Ja. Die hooibalen kun je mooi gebruiken voor het dak. Ja, nee, die zitten in de chest. Ik blijf wel doorhakken, ja? Ja. Ga jij dat doen? Wacht, ik ga alvast dus... Oh nee, er is een Bob gespand. Oh nee. En Bob gaat nu... Dit moet ik zien. Oké, het zal Tino aan de kant. Mega Lucky Block. Oh nee, dat was TNT. Maakt niet uit, Bob gaat nu wel weg. Ja, dat is fijn. En we hebben 2 iron blocks eronder. Hey, waar heb je nog andere blokken toevallig? Ons platform is al... Ja, dit is echt om te huilen. Ik vind het niet meer leuk. Stop al. Nee, dit is
echt tandtoedom. Dan ontploft hij dadelijk nog een keer en dan weten we allemaal hoe dat het afloopt. Nou, nee, kijk, dan gebeurt er dit. Oh, weer TNT. Oh mijn god. Ja. Wat is dit nou weer? Een sleemkasteel. Hé, maar dat is wel... We kunnen die blokken gebruiken om alvast een klein beetje te gaan beginnen aan een huis. Ja, maar ik kan zeggen... Oh, die blokken kan ik wel oppakken. Hé, dat is super handig. Oké, ik ga alvast beginnen aan een stuk van een huis. Want anders gaat het echt lang. Nee, worden. Snap ik. Hé, hey, Santino, weet je nog die ene video waarin ik jou prankte en dat ik je een slime huis gaf, zeg maar? Ja. Dat huis gaan we bouwen. Gaan we dat huis bouwen? Oké. Nou, we hebben gewoon super veel slime blocks. Lijkt me wel logisch, toch? Wat ja, moeten we er anders mee? Doen. Ja, ik snap het. Santino, jouw logica. We hebben 38 van deze blokken, we zullen wel moeten. Oh, ja, ik wil eigenlijk ook een beetje een soort van voortuin maken. Dus ik ga het wel een beetje uitbreiden. Ja. Dat is helemaal goed hoor. Oh mijn god. Want, oh nee! Nee, Giel! Huh? Oh, wat? Hoe dan? Oké. Ik heb een lifehack gevonden dat je dit kan overleven, blijkbaar. Oké, dat was wel echt oprecht zien. Ik ga alvast even beginnen. Nou, dat is wat ik doe. Ik wil niet alles van de slime maken, dan, Giel. Want anders is het wel heel erg groen. Klopt, man. Klopt, man. Hey, gozer, kerel. Zo. Oké, lukt het daarop? Heb je een pickaxe of zo? Nee, die heb ik niet. Oh. Wacht, ik ga wel proberen er wat uit te krijgen. Ja, oké, kom op. Ik stuiter de hele tijd. Ja, gast. Maar dit is toch dom? Als er nou iets ontploft... Nee, Bob! Ik ga dood. Maar als er nu iets ontploft, dan is het super. Nee. Wacht, kan jij Bob eraf slaan, Giel? Wacht, eerst eventjes dit ding, hoor. Ja. I'm trying. Okay, ik ga dood. Nee! Ik ook! Nee! En ik had een goed zwaard om Bob te killen. Oh, en Bob die staat er gewoon nog steeds. Hè? Die gaat gewoon nergens heen. Maar ik heb keep inventory. Dat is super chill. Heb jij dat zwaard nog? Nou, ik heb hem gekilld. Ja, nee, ik heb een lucky sword. Er kwam een of andere gekke... Oh mijn god. Ik ben er. Ik ook. Oh, je stroomt me er bijna af, bro. Kom op! Bam! Okay. Oh nee! Tante grote zombie! En jammertable kunnen we maken. Oh nee. Dit is weer zo'n well, ouwe. We moeten even een pickaxe hebben of zo, want dit gaat niet werken. Ja, dit gaat echt voor geen meter, hè? Misschien zitten hieronder zaten er net nog een paar van die iron blocks, toch? Wat, zal ik even kijken? Oh, ik heb paintings gevonden voor het heus. Ja, maar weet je wat het is, Giel? We hebben wel iron blocks, dat is leuk en aardig, maar... Oh, daar kunnen we tools van maken, toch? We hebben ook sticks. Ja, oké, maar we moeten nog wel kunnen... Oh, diamonds! Oppakken. Wacht, hier kunnen we diamondblokken van maken. En pickaxes. Jeet! Oh, dat is iets te ver. Jeet! Nee! Trouwens, tante veel eten komen we nu achter. Lekker, man. Lekker chappen. Ja, bro, ik heb echt... En ik heb tante veel droppers. Ik stop gewoon allemaal zo daarin en je ziet maar lekker wat je ermee doet. Zo, ja, ik ben bezig met een huisbouw nu op dit moment. Oh, nee. Onze boom is gegroeid. Ja, maar dan vliegt hier iets in de fek. Oh, nee, Giel. Zo. Ja, maar die bomen zitten nu in de weg, Giel. Oh, ja, ik heb de huisbouw jackpot, Santino. Wat ik heb de wat huisbouw heb jackpot. Ik kom hem nu in de chest leggen. Wat kijk, heb je dan? Je moet vooral deze gebruiken. Oh, paars. Ja, heb je er maar één van? Ik heb zeg maar heel erg veel kleuren. Dus we kunnen zeg maar soft van disco huis bouwen. Dat wordt het sowieso met al die blokken. Hé, vet. Ja, sowieso. En ik heb nog een dragon egg ook nog, alsjeblieft. Succes. Dragon egg. Ja, ik ga alvast een beetje proberen. Oh nee, ik val weer naar beneden. Ja, kijk, dit is wel echt fantastisch dat we eigenlijk een vol hebben. Hoe hoog willen we eigenlijk? Hoe hoog willen we het eigenlijk hebben? Heel hoog. Het moet echt een groot huis worden. Waarom gebruik je nou alle wol? Ja, gewoon omdat rood is een lelijke kleur. Oké, we doen hem 3 hoog. Ja, dat vind ik wel een beetje prima. Oh mijn god, wat heb je gedaan? Oh, Giel, ik zit in een lucky block. Ik zit in een lucky block die in een lucky block zit. Hoe krijgen we dit nou weer voor elkaar, ouwe? Weet niet, maar ik hoor een heks die doodgaat. Ik hoor allemaal chaos. Het is niet normaal. Ik neem dit wel mee. Zo. Ik ga gewoon verder bouwen. Echt, gozer, ik zweer het je. Dit huis ziet er al beter uit dan het huis wat jij aan het bouwen bent, gast. Kijk even naar mijn mansion. Bro, we hebben letterlijk 2 grote lucky blocks bij elkaar, maat. Even serieus. Ik ga even doorbouwen. Wacht, we hebben al paintings. Oh, wat mooi, Giel. Oké, zijn we dit? Bro, even eerlijk. We flexen hem wel, hoor, met onze deur. Kijk dan. We hebben gewoon een emerald en diamond. Ik kom nu even aan om even te bewonderen. Hoe erg wij flex bedenken. Potverdorie groot. Dit is absurd niet normaal prachtig. Hier, kijk. Ja, ik heb hier nog wel mooie gele blokken. Ik heb de nieuwe badge weer. Ik heb natuurlijk nog wat emerald blokken. Wat diamantjes erbij. Neem dit ook lekker. Ik ben het even allemaal aan het invullen nu. Want volgens mij hebben we in principe best wel veel blokken gewoon. En dan kunnen we dit best wel gewoon invullen. Gozer, dat is correct en tevens juist. Maar ik ben wel de lucky block kwijt, man. Nee, je bent hem alweer kwijt, Giel. Ja, Geur, in de spant van alles de hele tijd. Ja, man. Oh, hier is hij. Oh, nee! 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 Nee!
Oh, is het huis nog heel? Ja, oké. Okay, nou, gelukkig. Ja, ik hoop het. Heb jij nog wat blokken of zo? Iets van lelijke blokken die je toch niet voor het huis wilde? Oh, ja, slimeblocks? Nee. Oh. Nee, ja. Bro, jij vraagt aan mij, heb je blokken? Ik heb blokken. Ja, maar slimeblocks waren voor de constructie van het huis. Nou, ik bouw hier nog eventjes dit en even ja, maak jij anders even hier. Ik heb hout. Goor, anders dan geef je het hout gewoon even hier. Zo, hier. Dankjewel voor het hout, Goor. Ik heb de eerste verdieping is af, de onderste ding. Ja, oké, dat is mooi. Ik maak alleen nog maar een deur en dan moet je even nog een paar raampjes maken. En dan is het denk ik wel mooi, toch? Oh, nee. Hoe deed je dat, Giel? Oh my god, ik ga weer wel dood door die anvil. Oh, Giel, dit ziet er nog best wel mooi uit. Jongen, toch? Gozer, dit is echt het lelijkste huis wat ik ooit heb gezien. Ja, maar het is tenminste een huis. Nee. Of moeten we nog even een voortuin maken? Nou, ik heb hier wel een paar pompoenen die graag in de voortuin zouden willen staan. Ja, nou, oké. Okay. Begin jij even aan de voortuin? Ja, grote man. Dan doe ik even de voortuin maken. Hey, Giel, ik ga niet voor je liegen, maar onze voortuin ziet er echt heel belabberd uit. Het ziet er echt niet uit, maat. Maar eerlijk, als we geen ander huis hadden, was ik heel blij geweest hier. Als we hier konden. Ja, maar Santino, we hebben ook helemaal geen ander huis. En daarom, lieve mensen, denk ik dat we dit wel kunnen beoordelen als een huis. Toch, Giel? Ja, nee, dat is waar. Ja, ik vind dat we geslaagd zijn. Nee. En dan, lieve mensen, dat was weer de video voor vandaag. En willen jullie nou nog meer Lucky Blocks zien of de volgende video? Dat kan, moet je wel even op een van deze twee dingen klikken. Maar ze gaan nu weg.